hele dag eigenlijk lekker buiten. En ik kan het dus niet laten om in het weekend eigenlijk ook bezig te zijn. Als ik tijd heb. Het is verslavend gewoon. Ja, natuur is verslavend. Ja. En het mooiste is dat natuurlijk natuur voor mij nog net een iets diepere lading heeft als christen. Omdat het gemaakt is door God. Wat is die diepere lading voor jou? Ja, ik zie hier gewoon echt de schepping in van God. Als ik zie hoe libellen zich hier ontwikkelen. Hoe die dieren in elkaar zitten. En als je dat mag overdragen aan andere mensen. Ja. Hoe mooi gemaakt dat is. En dat eigenlijk gewoon niet verklaarbaar is hoe dat is ontstaan. Ja, er is niets moois om dat te laten zien. Ja, je doet het voor de wereld, of hoe moet je het zeggen. Maar voor toekomstige generaties. Ja. Als het zo mag zijn. En toch de taak hebben om datgene wat er te doen is in de natuur een beetje helpen. Om de weerbaarheid en de leefbaarheid van de wereld beter te houden. En dat kan te maken hebben met dat we zoveel andere dingen ook op onze schouders hebben, zoveel andere verantwoordelijkheden hebben of ons verantwoordelijk voelen voor de natuur. Overgeorganiseerd of hoe heet dat? Nou, misschien, maar goed, wij hebben hard voor zending, bijvoorbeeld en missie. Ja. Dat de gemiddelde Nederlander heeft daar geen omkijken naar. Nee, klopt. En geen boodschap aan. Nee. He, dus er zijn allerlei dingen naast sporten van kinderen enzovoort. Maar goed, je ziet ook hier, het is natuurlijk de eerste dag van de, van de voorjaarsvakantie. Maar er zijn kinderen en deze gezinnen nemen kinderen vaker mee. S'morgens voetballen, s'middags in de natuur. Ja, mooie verdeling. Ja, ik vind het mooi dat je zo op deze manier toch ook een bijdrage kunt leveren. En een bijdrage aan? Aan een stukje onderhoud eigenlijk. Hm. En een stukje natuur ook meekrijgen van wat er eigenlijk nog meer is, behalve ons eigen tuintje in het dorp. Ja. Dan, van wie krijg je dat mee? Ik heb net Tijmen gesproken, maar die geeft jullie... Nou, ik ben heel blij dat Tijmen erbij is, want die kan inderdaad een heleboel vertellen. Ja. En dat maakt het wel ook voor mij nog wel een stuk leuker ook nog weer, want je krijgt gewoon wat extra informatie ook over het gebied en de regio, de planten die hier groeien en waarom dit op zich goed is om te doen.